is nu tijd voor jou als leider om op te staan. Voor jou als winnaar om die regie te pakken, die verantwoordelijkheid te pakken over je leven, over je business, over je carrière. Zodat jij echt, nou ja, weet je, hier sterker uitkomt. Als je me al langer volgt, dan weet je, ik ben daar voor winnaars. Ik gebruik echt mijn topsportmentaliteit die ik als ex-topsporter mee heb gekregen. Die gebruik ik in mijn coaching en die wil ik jou ook mee inspireren om daarmee in actie te komen. En ik geloof er altijd in, weet je wel, winnaars verliezen nooit. Winnaars ontdekken alleen hoe ze het beter kunnen doen. En dit is ook een typische situatie wat er nu gebeurt, waarin sommige mensen al snel zullen zeggen, ja, de handdoek in de ring gooien en ze verliezen, zogenaamd. Maar ik denk dat dit juist het moment is om op te staan, om die regie te pakken, om echt die leider te zijn en die verantwoordelijkheid te pakken. Niet dat je gaat leiden met een lange ei, maar dat je echt met een korte ei die leider wordt. Nou ja, waar we allemaal naar verlangen en wat ik zie bij heel veel mensen om me heen, bij veel ondernemers, bij veel klanten van mij, ze missen die focus. En ze zijn uit die focus, uit de routine. En wij als mensen, we zijn allemaal, hebben die behoefte aan routines, aan structuur. Maar in korte tijd verandert er natuurlijk zoveel. Weet je, we mogen niet meer naar buiten of ja. Nou, niet meer zomaar met iedereen contact hebben. En we kunnen ook niet meer overal gaan sporten. Veel bedrijven zijn dicht. Nou ja, dat brengt natuurlijk ook nog de bijkomstigheid met zich mee. Dat de gezondheid, er gebeurt heel veel. In mijn omgeving weet ik gewoon dat verschillende mensen corona hebben. Waarvan er ook mensen in het ziekenhuis liggen. Dus er gebeurt heel veel. En er is ook heel veel angst in deze wereld. En ik wil je met deze video meenemen hoe jij dus toch in die focus komt, toch vol energie blijft houden, zodat jij uiteindelijk hier sterker uitkomt en dat je je weerbaarheid vergroot. En dat je die basis gaat leggen om inderdaad weer, ja, uiteindelijk die topprestaties te gaan leveren. Ik heb iets tofs voor je. Waarschijnlijk heb je hem al gedownload. Mocht je dat niet hebben gedownload, dan heb ik een energieboost checklist, ook een checklist voor je focus. Dat zijn twee checklists voor je focus en voor je energieboost. Dus ga die downloaden en ga daarmee aan de slag. Samen met deze video of podcast helpt het jou om vol focus echt te goed gaan doen wat belangrijk voor je is. En ik weet, vanochtend sprak ik nog weer een van mijn klanten en ze zei ook al van, ja, dan word ik in één keer weer overgenomen door mijn emoties, door mijn angsten. En ze zei ook letterlijk, ik voel die zwaarte op mijn schouders drukken, Sanne, hoe kan dat? En vaak, daar hebben we allemaal last van en dat is natuurlijk ook heel normaal dat dat nu gebeurt, want het is super heftig, dus weet je, word ook niet boos op jezelf dat dat gebeurt. Maar het belangrijkste, accepteer die gedachte. Wees dankbaar dat je die gedachte hebt. En kies vervolgens opnieuw een nieuwe gedachte. Dat is eigenlijk zeg maar een drie-stapsmethode. Accepteren. Bedanken. Want die gedachte helpt je ook weer verder om een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe route te kiezen. En kies vervolgens een nieuwe pad. En nieuwe gedachten. En vaak op het moment dat die gedachten, die angsten naar boven komen, is vaak ook een teken dat je niet goed voor jezelf hebt gezorgd. Daarom dat ik ook die energieboost checklist heb gemaakt. Is echt even een checklist waarmee jij aan de slag kan gaan, zodat je goed voor jezelf gaat zorgen. In deze hectische tijd vergeten we goed voor onszelf te zorgen. Of je trekt je helemaal terug en je laat alles vallen. Of je gaat vol in de aanvalsmodus, in de hard werken mentaliteit. Wat kan ik doen? En je vergeet jezelf. Beide gevallen is niet zo handig. Weet je, echt, het is echt zo. Je kan pas voor een ander zorgen als jij goed voor jezelf zorgt. Dus maak juist nu de komende periode voor jezelf zorgen echt een prioriteit. Ga echt naar die goede voeding toe. Echt voedingsstoffen die vullen in plaats van die voeden in plaats van die vullen. Dus ga echt naar onbewerkt voedsel, puur natuur, veel groentes, veel fruit. Ik heb nog ooit de opleiding tot detoxcoach gedaan, natuurvoedingsadviseur heb ik gedaan. Ik vind voeding fantastisch en het is ook nu hoe waardevol voeding is. Dus maak daar echt een prioriteit van. Het zorgt ook voor je immuunsysteem dat die een boost geeft. Want juist die angstige gedachten,
die ego-stemmetjes die we allemaal hebben, dat zorgt ervoor dat je in die verkramping komt. En die verkramping die je kan ervaren, dat heeft allemaal, hè, die stress heeft allemaal negatief effect op ons immuunsysteem. En we willen ervoor zorgen dat ons immuunsysteem zo sterk mogelijk is. Dus ga in die voeding goed voor jezelf zorgen. Zorg voor dat je met die positieve gedachten, nou, positief wil ik niet per se noemen, maar dat je die gedachten om kan switchen, dat je juist gaat focussen op waar heb jij de regie op. Dat is heel erg belangrijk. Ga voor voldoende slaap zorgen, echt, alsjeblieft jongens. Slaap, maak daar een prioriteit van. Weet je, een goede avondroutine. Kijk net voordat je naar bed gaat, niet het nieuws. Ik wil je sowieso beperken of uitdagen om het nieuws te beperken tot 1 keer per dag. Misschien zelfs helemaal niet, maar ja, ik vind het ook wel dat je een beetje op de hoogte moet zijn van alles. Maar ga je echt uitdagen om maar 1 keer per dag het nieuws te kijken. Waarom? Er komt negatieve impact op je binnen. Je kan misschien wel zeggen, ja, Sanne doet niks met me. Dat is echt onzin. Echt. Echt onzin. Weet je, je wordt onbewust, ben je daarmee bezig. Je hebt ook je onderbewuste brein die daar nog aan het verwerken is. Je gaat er misschien nachts over dromen. Het heeft ook weer impact op datgene wat je aan het doen bent in het dagelijks leven. Dus kies daar bewust voor wanneer je het nieuws kijkt. Pak daar de regie over. En wat ik zelf doe, is als ik het nieuws heb gekeken, ga ik daarna ook iets anders doen wat me energie geeft. Dus ga dat voor jezelf na, hoe dat bij jou is. Zodat je merkt van, oké, die balans gaat hebben, het kost me energie, het geeft me energie. Nou, we hebben het over voeding, slaap, mindset. Dat is heel erg belangrijk om daar mee aan de slag te gaan. Een stukje bewegen, maak dat ook echt een prioriteit van. Ga bewegen. Ondanks dat we niet naar buiten kunnen, ga binnen bewegen. Of we kunnen wel naar buiten, we mogen nog steeds gaan wandelen, fietsen of hardlopen, gelukkig. Ik hoop dat die maatregel zo blijft. Maar ga dat doen. Wel is belangrijk dat je niet te intensief beweegt. Want iedere keer als je te intensief beweegt, doet dat afbreuk op je immuunsysteem. Dus beweeg, maar niet te intensief, zodat je immuunsysteem sterk blijft. Maar ga bewegen en zorg voor die body-mind connectie. Nou, als jij mij al langer hier volgt, dan weet je dat ik heel vaak praat over een body-mind connectie. En wat ik heel vaak zie, we zijn wandelende hoofden. We zitten te veel in ons hoofd. En je mag meer gaan voelen wat er in je lichaam gebeurt. Waarbij je dus echt, ja, wat ik jou echt wil gaan uitdagen, koud douchen. Start met koud douchen. Start ook met een ochtendroutine. Dus start de dag met koud douchen en vervolgens een ochtendroutine. Waarbij je dus eerst intuned op jezelf. Dus niet meteen die telefoon pakken, niet op die snoesknop drukken. Nee, sta op, ga koud douchen en ga vervolgens even, nou, ik heb een plekje in huis waar ik even ga zitten. Ga even voelen, hoe is het met me? Ik check even in door middel van een paar ademhalingsoefeningen. Ik voel mijn lichaam. Ik vraag mezelf ook echt af van wat is mijn intentie vandaag? Hoe ga ik vandaag het verschil maken? En dan ga ik aan de slag met mijn dag. Zo ga ik de dag in. Ik visualiseer trouwens nog één andere. Ik visualiseer ook mijn dag. Dus ik visualiseer hoe mijn dag gaat verlopen, hoe ik me wil voelen. Maar ook welke successen ik wil gaan behalen in de toekomst. Dus niet per se voor die dag, maar ook in de toekomst. Dus ik visualiseer me van oké, hoe ziet mijn leven er over 5 jaar uit? Hoe voel ik me dan? Wat heb ik dan allemaal gerealiseerd? Hoe kijk ik dan terug op deze periode? En dit versterkt mij. En dat gaat jou ook helpen. Dus ga met die ochtendroutine aan de slag. Ga je eigen ochtendroutine ontwikkelen. Mijn ochtendroutine die bestaat uit koud douchen. Ik drink altijd water. Ik ga even intunen, doe ik door middel van ademhalingsoefeningen, kan door meditatie. Ik ga bewegen, vaak yoga doe ik, dat ik even mijn lichaam vastzet. Ik bepaal mijn intentie voor de dag, ik visualiseer de dag en ook nog verder de toekomst. En ik ben dankbaar voor wat ik aan het doen ben. En juist nu ben dankbaar. En ik wil je verder ook nog uitdagen dat je dus echt aan de slag gaat met die positieve mindset. En nou, het hoeft niet per se positief te zijn, maar dat je je gaat herkennen van helpt deze gedachte me. Want het is heel logisch dat we ons af en toe zo voelen van oh, wat kan ik hier nu mee? Maar ga dus aan mij aan de slag en herken ook wanneer je gevoed wordt door emoties, wanneer je
emoties, angst om de hoek komen kijken. Ik noem het een ego-aap. Een van mijn klanten noemt hem Henk. Dat is echt zijn emotionele brein. Henk is echt zijn mindfucks. Het is het stemmetje van, wat zal er gebeuren als het met mijn gezondheid maar niet goed gaat. Het heeft enorm impact op mijn bedrijf. Dat is Henk. Want jij weet en jij hebt het vertrouwen dat als jij de regie pakt, die verantwoordelijkheid neemt, dat je tot nog meer in staat bent dan dat je zelf denkt. En jij bent in staat om de energie te shiften. Dus word je bewust van Henk. Nou ja, en sowieso, ondanks de huidige tijd, is het super, super belangrijk dat je tijd blijft besteden aan je dierenwaarden, aan je vrienden. Doe dat op een andere manier. Ga met ze facetimen. Doe dat. Zorg ervoor dat je nieuwe routines ontwikkelt. Dat zei ik net al even. Nieuwe routines op het gebied van sport. Op het gebied van contact hebben met je geliefde mensen. Routines hoe je tijd voor jezelf neemt. Ga dat inplannen. Dus zorg in die basis super, super goed voor jezelf. En je zult merken wat ik net allemaal heb gezegd. Dat heeft allemaal invloed op je energieniveau. Dus ga echt met je energieniveau aan de slag. Ga ervoor zorgen dat je jezelf energieker voelt. Want als jij jezelf energieker voelt, zul je merken dat die mindfucks, die ego-stemmetjes, jouw angstige gedachtes, dat die daar minder ruimte voor is. En die zijn er dan nog wel, dat zul je zeker wel merken, maar omdat je lekker in je vel zit en energiek voelt, dan voel je het, dan herken je die stemmetjes en dan heb jij die keuze, kan je makkelijker de regie pakken om daar geen gehoor aan te geven. En dat is nu wat ik wil, om wat ik jou wil uitdagen. Nou, en wat heeft dit dus allemaal met jouw focus te maken? Want ook jij bent waarschijnlijk op zoek naar meer focus, dat je jezelf niet zoveel laat afleiden. Op het moment dat je jezelf energieker voelt, dan ben je sowieso helderder van geest. Dus om met nog meer focus te gaan werken, is dit dus de eerste stap. Daarnaast heb ik natuurlijk ook een aantal focus tips, want dat is ook super waardevol. En die focus tips zijn sowieso echt wat ik net al zei, start never ever de dag met je telefoon. Dat doen we vanaf nu niet meer. Niet meer met social media, niet meer met nieuws. Jij gaat in de ochtend bepalen wat is jouw focustaak. Ik had vanochtend mijn ouders aan de telefoon of via de via FaceTime. En toen zeiden mijn ouders, zit je nog in je badjas? Ja, ik zit nog in mijn badjas. Want wat ik doe, ik heb mijn ochtendroutine. Ik zit gewoon lekker in mijn pyjama. En dan werk ik aan mijn focustaak. Op dit moment is mijn focustaak het schrijven van mijn boek. Mijn boek gaat over het leven, dat is pas topsport. Ik ben met het laatste hoofdstuk bezig. En dat is mijn focustaak op dit moment. Daar werk ik dus in blokken van 20 minuten aan. Heb ik een timer, 20 minuten. Heb ik binaural beats op mijn oren. Dus luister goed, binaural beats helpt enorm goed om die focus te komen. Die zet ik op mijn oren. 20 minuten werk ik eraan. Vol focus. Alleen maar met datgene ben ik aanwezig. Doe ik. Mijn notificaties ook van mijn e-mail op mijn computer staan uit. Soms zet ik zelfs het internet uit. Als ik dus merk dat mijn focus slecht is. En dan vervolgens op 5 minuten pauze ga ik gewoon wat rommelen. Dan zorg ik ervoor dat ik vanuit mijn hoofd weer in mijn body kom. Dus soms doe ik echt wel even gaan dansen in de keuken. Ik ga of gewoon even wat in het huishouden doen. Of in de tuin. Of even lopen even naar buiten. Ik ga echt even ook zorgen dat ik beweeg. Dat zorgt al heel erg goed voor mijn focus. En ik wil je dus uitdagen om ervoor te zorgen dat je met een focustaak werkt. Een focuslijst werkt in plaats van met een to-do-lijst. Dus ik heb geen to-do-lijst die ik af moet ronden. Ik heb een lijst, dat heet mijn masterlist. Dat zijn allemaal punten die ik nog een keer wil doen. En iedere dag bepaal ik eerst mijn focustaak. Dus ik start met mijn focustaak en dat is zo vet. Weet je, als je met je focustaak begint, dan heb je eigenlijk na een uur werk, heb je al zoiets van, wow, ik heb al heel veel gedaan. Ik doe dat in de ochtend, dan ben ik het scherpst. Misschien ben jij in de avond het scherpst. Dan bepaal jij in de ochtend wat jij tijdens jouw focusuren gaat doen. Waarin je alles in het teken van datgene staat. Dat gaat je heel erg helpen om die focus te vergroten. Zet ook alle notificaties van je telefoon uit. Dus WhatsApp, Instagram, al die pop-up berichtjes. Pak nu je telefoon, zet ze allemaal uit. Leid af. Het is zo zonde dat jij je hierdoor laat afleiden. Want
ik vind dat best wel egoïstisch, wil ik bijna zeggen, dat je jezelf daardoor laat leiden. Want wat is die ander nu waard dat hij jou een berichtje stuurt, dat hij jou uit je focus laat halen? En wat gaat je opleveren dat jij de regie daarin gaat pakken? Jij bent de winnaar, anders luister je dit niet. Jij wil die verantwoordelijkheid pakken. Dus zet ook al die notificaties uit. En ik kan me voorstellen dat je nu denkt, Sanne, waarom zou ik dat doen? Weet je, pak, ga dat doen. Dat is echt zo waardevol. Dus ga die focus daarin pakken. Ik werk dus met focus. Uren, dat helpt me heel goed. Bewegen helpt me tussendoor heel erg goed. Ik zet een timer, dat helpt me goed. Die binaural beats, dat helpt me heel erg goed. Maar wat me ook heel erg goed helpt, is het in kaart brengen van de processen, van de taken die ik allemaal moet doen. En vooral nu, grote kans dat er voor jou een en ander is veranderd in je werkzaamheden, in je bedrijf, in datgene wat je aan het doen bent. Breng in kaart. Welke stappen kan jij ondernemen zodat jij hier sterker uitkomt? Welke processen mag je daarvoor doen? Je hebt een bepaalde doelstelling die je wilt realiseren. En deel die op in kleine taken, in kleine processtappen. En dat is essentieel, want als je die kleine taken helder hebt, dan weet je ook waarmee je kan schakelen. En je hebt waarschijnlijk verschillende doelen die je wilt realiseren. Voor mij is bijvoorbeeld het schrijven van mijn boek, het lanceren van mijn boek is ook nog een aparte taak, want daar ben ik ook mee bezig. Het bedienen van mijn huidige klanten, het samenwerken met mijn huidige klanten, het geven van mijn online workshops, de trainingen die ik geef, waar jij ook voor in kan schrijven, binnenkort geef ik weer zakelijk winnen, juist nu, een online training. Dat zijn allemaal verschillende doelen die ik wil realiseren. Ik heb nog het nieuwe traject waar ik achter de schermen mee aan het werk ben, wat ik aan het uitwerken ben. En daar heb ik allemaal verschillende processtappen voor. Dus maak die processtappen helder. Maak een planning. Dus pak die verantwoordelijkheid, vooral nu dat alles is veranderd, ook in het realiseren van je doelen. En dan dat je die taken helder hebt die je mag gaan zetten. Pak die verantwoordelijkheid en besef, want het stukje... maak een plan, anders word je onderdeel van een andersmans plan. En ik zie dit moment dus echt ook als een kans om voor jou even echt weer tijd voor jezelf te nemen. Wat wil ik nu echt? En van daaruit kan je dus aan de slag gaan. Dus gebruik die tijd ook echt daarvoor. Ga die tijd gebruiken, zodat jij uiteindelijk nog meer de regie hebt over wat je graag wil realiseren. Ik ga er even bijpakken of ik wat dingetjes vergeet te zeggen. Zorg voor routines. Dat is natuurlijk echt super waardevol. Ga dus echt voor die routines zorgen. Een ochtendroutine had ik het net al over. Avondroutine, wat doe je 's avonds? Ik heb het zelfs tijdens lunch, het wandelen zorg ik voor die body-mind connectie. Dat is heel erg waardevol. Ga ook als je aan het koud douchen buiten bewegen, maar ga ook als je naar buiten gaat echt volle teugen genieten van het buiten zijn. Dus dat je echt niet met je telefoon gaat wandelen of niet met een podcast in je oren gaat wandelen, maar op het moment dat je nu buiten komt, geniet optimaal van buiten zijn. Dus wat hoor je, wat zie je, hoe voel je, hoe is het om buiten te zijn? Zorg voor die body-mind connectie, dat je geniet. En ik geloof erin, als je echt in die mindset kan stappen, dat gaat jou in die ontspanning en nog meer in die kleine genietmomentjes kan stappen. Dat is heel erg belangrijk. Zorg dus voor die masterlist en grote lijst met taken die je allemaal nog graag wil doen. En bepaal dus per dag die focustaak. Dat is echt heel erg belangrijk. En iets wat ik ook nog op de checklist heb staan. Maak af en toe een mind dump. We denken, jij bent heel slim. Ik wil zeggen, jij denkt dat je misschien heel slim bent. Maar ik zal even een compliment geven. Jij bent heel slim. Jij bent de winnaar. Jij wil de regie pakken. Maar uiteindelijk om rust in je hoofd te creëren, ga schrijven. Mind dump. Dus ga even alles op papier zetten. Zet even een timer. 15 minuten. Doe dat nu. Zet alles op papier. Wat er in je hoofd zit. Wat voor ideeën je business-wise in je hoofd zit. Alle ideeën die met betrekking tot jezelf op jouw tijd voor jezelf nu in je hoofd zitten. Ga ze opschrijven. Weet je, dat geeft rust, overzicht.
En uiteindelijk van daaruit kan jij kleine stapjes gaan zetten in het realiseren van je droom. Je pakt de regie, je pakt die verantwoordelijkheid en dit helpt heel erg goed. En iets wat ik je als laatste mee wil geven, en dan is het genoeg geweest. Zeg nee. Ga kappen met alles wat energie kost. Echt alles. We hebben het over focus, we hebben het over energie. En echt, zeg nee. En nee zeggen tegen een ander betekent ja zeggen tegen jezelf. Ik heb zelfs letterlijk ook gewoon even naar mijn administratie gekeken. Ik heb nu nog taken uitbesteed. Ik ben niet bang om dingen uit te besteden. Ik weet gewoon, als ik goed voor mijn eigen energie zorg, blijft mijn business zo lopen. Kan ik andere mensen het beste helpen? Dus zeg nee tegen de dingen, de spullen, de abonnementen, de e-mails die je krijgt. Zeg nee tegen datgene wat je energie kost. En ga je alleen maar focussen en voeden met datgene wat je energie geeft. Nou ja. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken. Dit is heel veel wat ik je heb verteld. Maar vergeet dus niet om regelmatig die checklist erbij te pakken. Pak die checklist erbij. En dan zul je zien dat je daar hele grote stappen in gaat zetten. En besef, ga jouw manier ontwikkelen. Ik geef je tips, tools, inzichten waarmee je aan de slag kan. Maar het belangrijkste is, jij bent hier in de lead. Jij weet datgene wat bij je past. Ga met bepaalde dingen experimenteren, evalueer en fine-tune ze. Maar zorg voor de routines, zorg voor die focus en ga ontdekken wat het beste bij je past. En laat me vooral ook even weten wat het beste bij je past. En wat ik trouwens ook heel erg leuk vind, als je dus nu dit aan het kijken of aan het luisteren bent, maak even een foto, deel dit even op jouw social media kanalen en tag mij, want het is echt mijn passie. Ik wil gewoon nog meer ondernemers, nog meer ambitieuze mensen helpen om topprestaties te leveren. En ik geloof er echt in dat je pas echt topprestaties kan leveren als je eerst tijd voor jezelf neemt, eerst even naar je eigen energie gaat kijken en dan kan je naar buiten komen, dan kan je in actie komen. Het gaat erom dat jij plezier maakt en bewegen doet bewegen. En normaal gesproken is mijn coaching altijd buiten, in de buitenlucht, waarbij ik dus letterlijk met mensen ga bewegen op de fiets of wandelend. Dat is nu even niet, maar het is toch zo bijzonder als je dit met elkaar samen op deze manier kan doen. Dus ga bewegen en vooral tijdens het bewegen zorg ervan dat je ervan geniet. Have fun! Geniet ervan, ondanks alles wat er in de wereld gebeurt. Geniet van die kleine momentjes. En ik ben heel dankbaar dat ik je heb mogen, dat jij naar deze video of podcast hebt geluisterd. Thanks a lot! Hele fijne dag! Doei doei!